SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij de samenvatting van de wedstrijd SV Urk tegen Terlede op zaterdag 1 april 2023. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Michielsen en onze pupil van de week is Sven Schrijver. En voor de wedstrijd werd er een speler, en dat is Klaas Kramer, door voorzitter Hellinga in de bloemetjes gezet. Want hij speelde 250 wedstrijden in Urk 1 en op 18-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut. En scoorde in al die wedstrijden 9 keer. Vandaag was hij ook weer een rots in de verdediging bij SV Urk. En nadat Sven Schrijver mooi heeft gescoord, beginnen we aan de wedstrijd Urk tegen Terlede. Meteen in die eerste minuten een goede doorkopbal van Klaas Romkes, waarbij Lucas Graal de 16 meter in gaat en door de keeper De Vries van Terlede onderuit gehaald wordt. Maar scheidsrechter Michielsen ziet dat anders en geeft alleen maar een doeltrap, terwijl het toch mogelijk een echte 11 meter was. Maar misschien wilde hij daar in het begin van de wedstrijd niet aan beginnen. En is het Urk wat in de eerste helft in een hoog baltempo probeerde om die verdediging van Terlede uit elkaar te spelen. En dat lukte vooral aan die rechterkant met hier Ieder Nintjes met een voorzet richting de tweede paal. Maar die komt net niet op de goede plek. En dan is het uiteindelijk Lucas Graal die inzet, maar zijn schot wordt geblokt en goed gepareerd door doelman De Vries. Urk zorgvuldig in de opbouw en door het hoge tempo wel eens wat balverlies, maar vooral zetten ze daarmee die verdediging van Terlede constant onder druk. Hier Ieder Nintjes met een mooie voorzet en komt Klaas Romkes net een kopje hoofdje tekort om die bal in te koppen en wordt het een gewone doeltrap voor doelman De Vries van Terlede. Zoekt de rechterkant op, waarbij Urk weer goed in de verdediging staat met Jan Ras. Jan Ras gaat door aan de buitenkant en is het uiteindelijk Lucas Nagel die het van afstand probeert. Maar zijn schot mist richting en kracht om het doelman van Terlede echt moeilijk te maken. En zo is Urk in de eerste fase en met name dat eerste kwartier duidelijk de bovenliggende partij. Want deze voorzet die levert wel zwaar een schotkans op, maar dat geeft voor keeper Schrijver Strijker geen problemen, want de doeltrap van Van der Weijden miste iedere richting. Urk weer met Ricard Neentjes. Ricard Neentjes aan de buitenkant vindt hij daar Jan Ras. Jan Ras alle vrijheid om een goede voorzet te geven, maar mist dan net de zuiverheid. En dat is eigenlijk het euvel in die eerste helft. Goede aanvallen van Urk, met name over links, maar zeker ook over de rechterkant, waarbij Ricard Neentjes aan de linkerkant en Ieder Neentjes aan de rechterkant een hoofdrol vervulde. Maar die laatste paas die was in de eerste helft net te onzuiver om tot doelrijpe kansen te komen. Wel mogelijkheden, maar kansen niet. Hoekschop van Jan Ras. Doelman De Vries stompt die bal weg, maar een nieuwe kans voor Lucas Nagel om die bal in te brengen. Maar zijn paas is ook net niet goed genoeg en is het uiteindelijk toch Klaas Romkes die van een meter of 20 probeert om het doel van Terlede echt onder vuur te zetten. Dat lukt ook wel, maar hij mist iedere kracht en richting. Is het Terlede dat heel langzamerhand toch probeerde om wat verder in de aanval te komen, zoals hier. Een mooie solo. Helemaal de kans krijgt hij. Maar dan is het Richard Strijker die de bal mooi pareert. En ten koste van een hoekschop voor Terlede blijft het nog steeds 0 tegen 0. Ondanks de mogelijkheden die Urk zich wel weet te creëren. Pieter Jan Brands met een wat ongelukkige bal. In de diepte aangespeeld. Mooi balletje door naar de buitenkant. Maar dat is buitenspel. En deze aanval levert ook verder geen gevaar op. Wel veel blessurebehandelingen in die eerste helft bij Terlede, omdat Urk met veel inzet en fysieke kracht speelde. Aan de rechterkant, wederom, Ieder Nintjes krijgt daar de mogelijkheid om alleen door te gaan. Slechts twee mensen zet hij op het verkeerde been. Maar net ook weer nu die laatste paas die verloren gaat. En is het geen echt doelrijpe kans die het oplevert.
Weer ieder neemtjes naar de buitenkant richting Lucas Graal. Lucas Graal legt die bal terug op het 5-5 meter. Maar dan is het uiteindelijk toch Doelman de Vries die ten koste van een hoekschop redding weet te brengen. En zo naderen we heel langzaam de rust met Johannes Grijven nog een keer in balbezit via Rikert Jan Brands, de aanvoerder, de captain. Legt die bal op Rikert Neentjes en dan is het Jan Ras die twee mogelijkheden krijgt om een goede vervolg te geven aan deze aanval. Op zoek naar de ruimte, want het was Terlede dat vrij hecht die verdediging opstelde. En was het moeilijk voor Urk om daar wat door te breken. En nu is het dan toch de rust bij een 0-0 met mogelijkheden voor Urk. Maar geen doelpunten voor de ploeg van Henny Spijkerman. Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Dan beginnen we aan de tweede helft met een inworp voor Rikert Jan Brands. Die even op zoek gaat naar een vrijlopende speler. Dat duurt even, want het is vooral de defensie van Terlede die meer op 0-0 speelde dan op de aanval. En is het uiteindelijk toch via een goede combinatie. Rikert Jan Brands, Klaas Jan Ras. Maar zijn paas mist net de zuiverheid om het achter de defensie van Terlede gevaarlijk te maken. Maar er komt toch de voorzet uiteindelijk van Rikert Jan Brands. En dan is het mistasten van doelman Klaas de Vries en Mark de Vries. En wie profiteert daarvan? Lucas Nagel. Die brengt Urk in de 50ste minuut op een 1-0 voorsprong. En dat met een goede voorzet van Rikert Jan Brands. En mistasten van doelman de Vries is het dan Lucas Nagel die daar op een hele mooie manier van profiteert. Urk op een 1-0 voorsprong na 5 minuten in de tweede helft. Dan moet Terlede toch wat meer gaan doen in aanvallend opzicht. Maar het is Urk dat probeert wat hoog druk te zetten. En de mogelijkheden via Rikert Neentjes. Rikert Neentjes weer aan die buitenkant. En net de teenlengte tekort komt Lucas Graal om die bal in te typen. En dan is het uiteindelijk Johannes Grijver die met een mooi afstandsschot in dezelfde minuut bijna Urk op een 2-0 voorsprong zet. Maar de bal gaat naast. Is het Terlede vanuit een hoekschop inzet, maar een hele makkelijke prooi voor doelman Strijker die wederom een hele solide wedstrijd keepte voor SV Urk samen met zijn centrale duo voor zich Benny Dunning weer terug na maanden van blessure leed en ook zeker de jubilaris Klaas Kramer. Benny Dunning die kijkt wat kan ik gaan doen en probeert dan via een paasje en dan is het uiteindelijk via Rikert Neentjes de man of the match die daar naar de buitenkant speelt en dan is het Lucas Graal die probeert ze inzetten maar die bal gaat een metertje aan de verkeerde kant van de paal voor Urk en zo blijft het gewoon 1-0. Benny Dunning die vooral in de eerste helft schitterende paasjes gaf vanaf de rechterkant. En in de tweede helft was het Urk dat wat minder aan het voetballen toekwam. Maar toch nog gevaarlijker uitkwam via Rikert Neentjes. Rikert Neentjes aan de buitenkant richting Lucas Graal. En wat hem in de eerste helft niet lukte, is het hier wel. En zegt scheidsrechter Michielsen, nu is het wel een strafschop. Overtreding op Lucas Graal na dat mooie paasje van Rikert Neentjes. En is het de vaste penaltynemer, aanvoerder Rikert Jan Brands, die de verantwoording neemt. Dat is nog even een gele kaart voor een speler van Terlede. Die commentaar had op de scheidsrechter. Maar Rikert Jan Brands laat zich niet van de wijs brengen. En scoort netjes keurig in de linker benedenhoek. En brengt Urk op een 2-0 voorsprong. Met dat uiteindelijk nog een kwartier te spelen. Blijdschap bij Urk. Want wat ze in de eerste helft niet lukte. Met wat minder voetbal in de tweede helft wel. Twee keer scoren. En zo konden ze toch verder aan die aanval gaan denken. Aan de buitenkant. De invaller Lucas Tol weer terug van zijn blessure. Legt die bal terug op Lucas Graal. Maar zijn inzet mist iedere kracht. En zodoende kan Terlede misschien nog de hoop hebben. Om wat te doen aan die 2-0 achterstand. Maar deze voorzet mist ook iedere zuiverheid. En Urk kon rustig leunen op die verdediging zonder dat ze er echt gevaarlijk uitkwamen met nog 5 minuten te spelen. En was vooral de wind die ze tegen hadden waarmee de opbouw verstoord werd bij Urk. Maar kansen gaven ze ook in die tweede helft niet weg. Mooie diagonale paas is het Lucas
Tol die daar probeert de Vries te passeren. Dat lukt hem niet. En is het toch uiteindelijk Lucas Graal die in de rebound Urk op een 3-0 voorsprong brengt. En dat doet hij ruim net in blessuretijd, zo een beetje in de 90ste minuut. En wederom commentaar van Ter Lede. Want zij zagen daar vooraf een overtreding van Lucas Tol op doelman de Vries. Maar scheidsrechter Michielsen wilde daar niks van weten. En Lucas Graal profiteert daarvan. En zet Urk daarmee op een hele veilige 3-0 voorsprong. In deze zo hele belangrijke wedstrijd. Want na het gelijke spel tegen RKVV Volendam. En vorige week die hele mooie overwinning op en in Staphorst. Winnen ze vandaag ook met 3-0 van Ter Lede. En doen hele goede zaken in de stand op de ranglijst in de derde divisie. We gaan nu luisteren naar de analyse van trainer Henny Spijkerman. De ongeslagen trainer in zijn 3 wedstrijden dat hij bij Urk op de bank zit. In de wedstrijd tegen DVS. TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En no milk today. Henny Spijkerman, dat geeft een heel fijn gevoel. 3 wedstrijden hier zijn en nog niet verloren. Nee, dat is duidelijk. Ik bedoel, je komt hierheen en dan heb je bepaalde verwachtingen en een doelstelling om erin te blijven. En dan is het wel fijn dat je na 3 wedstrijden dan 7 punten pakt. En belangrijk is natuurlijk de wedstrijd van vandaag tegen een mede-concurrent. We stonden 2 punten voor, pakken de overwinning en die zetten we dan op 5 punten. Als je naar de wedstrijd even kijkt, naar die eerste helft, de intentie om een heel hoog baltempo te spelen, hoge balcirculatie, en dat lukt ook, toch een goed voetbal in die eerste helft. Ja, over de eerste helft was ik bijzonder tevreden, moet ik zeggen, met uitzondering van de eindpaas, want we kwamen een aantal keren, met name over de rechterkant, kwamen we een aantal keren heel goed door, zelfs tot op de punt 5 meter, ja, en dan ontbrak het aan de eindpaas, en de mogelijkheden waren er in mijn beleving wel. En dat is dan doodzonde, want dan kun je jezelf belonen. En dan ga je natuurlijk verder met een veel beter gevoel, dan ga je de rust in. Maar nu gingen we met 0-0 en dat is toch een tricky stand op dat moment. Wat heb je in de rust gezegd? Wat moest er anders? Nou, eigenlijk niet zoveel anders, omdat ik tevreden was. Ja, het enige, maar goed, dat weten hun zelf ook wel. Dat is de mogelijkheden die je hebt, die moet je dan wel af gaan ronden. Alleen dan in die tweede helft, ja, dan wordt het voetbal minder. Maar je scoort wel 3 keer, met andere woorden. Ja, voetbal is toch een heel apart spelletje, hè? Ja, onvoorspelbaar. Je hoopt door de manier waarop wij de eerste helft spelen, dat je op goals uitkomt. In de tweede helft was het een stuk minder. Hè. We gingen niet meer voetballen. We gingen heel snel de lange bal spelen. Die ballen kwamen net zo hard weer terug, omdat er een behoorlijke wind op het veld stond. Ja, dan is dat vervelend. Maar als je dan wel de goals maakt, ja, dan is dat natuurlijk goed. Hè. De eerste helft heel goed gespeeld. Veel kansen gecreëerd, geen goals. Tweede helft niet goed gespeeld, maar wel de goals gemaakt. Nou ja, daar teken ik iedere wedstrijd voor. Vooraf zei je ook van, ik ben op zoek naar balans in het elftal. Is dat vandaag, heb je dat teruggevonden? Ja, ik vind het wel. We geven, als je kijkt over 90 minuten, geven we amper kansen weg. Hè. Kijk, als je naar ons doelsaldo kijkt, hebben we eigenlijk heel veel goals tegen over zoveel wedstrijden. En we geven eigenlijk heel weinig weg. Nou, daar begint het mee. En als je dan daarnaast ook nog goed voetbalt en je creëert je kansen, ja, dan zit je meestal wel aan de goede kant van de stand. Dat betekent in ieder geval voor de komende weken iets meer lucht. Maar ja, die laatste wedstrijden meestal in de fase van de competitie, die worden extra spannend, hè? Ja, ik vind ook dat we... Kijk, we hebben nog niks, hè. Laat het duidelijk zijn. We hebben een paar mooie punten gepakt de afgelopen 3 wedstrijden. Maar als je kijkt naar de ranglijst, er kan nog van alles. En zeker, mijn ervaring is ook, als je het op de laatste 3-4 wedstrijden aan moet laten komen, dat is levensgevaarlijk. Want dan zijn er altijd ploegen die geen belang meer hebben, laten wedstrijden lopen. Die pakken concurrenten van jou, pakken dan de punten en je komt alsnog in de problemen. Dus als we nog 3 wedstrijden te gaan hebben, dan moet je eigenlijk al uit de soren zijn. En dan moet je rustig uit kunnen ballen. En dat is ons streven. En dat betekent gewoon, volgende week DVS. Ik weet nu tegen wie we spelen. Volgende week tegen DVS. En dat betekent dat je daar vol in de bak moet. Goede ploeg, maar daar zie ik wel naar uit. Want ik denk, wij kunnen ook goed voetballen. En zij kunnen goed voetballen, dus dat belooft dat er weer een mooie wedstrijd te worden. En afsluitend met een heel positief punt, want eigenlijk kansen hebben jullie niet weggegeven in deze 90 minuten aan Ter Lede. Nee, dat is belangrijk, dat heb ik net al aangegeven. Kijk, je geeft 0 weg. En alhoewel vlak in rust had Richard nog wel een hele goede redding.
Maar voor de rest hebben ze eigenlijk heel weinig mogelijkheden op. En dat is verdienste van het elftal, uiteraard van de verdedigers, dat laat dat duidelijk zijn. Maar ook het storen voorin, dat was prima. Dus wat dat betreft staat hier een tevreden trainer. Dan toch nog één vraag. Hoeveel gele kaarten heb jij in jouw carrière gekregen als trainer? Als speler hoogwaarschijnlijk wel, maar als trainer? Als trainer ben ik één keer weggestuurd. Dus dat kan ook. Maar ik heb nog nooit een gele kaart gehad. Dus dit is een unicum voor mij. Ook wel een mooie ervaring? Nou ja, ik zit daar niet op te wachten en ik hoef geen gele kaart. Maar goed, het blijkt dat de regels te zijn. Als er onrust is en de scheids vindt dat er een gele kaart moet gegeven worden, dan is de hoofdcoach degene die verantwoordelijk is voor de bank. Die krijgt dan de kaart. Nou, het zij zo. Ik kan ermee leven hoor. Ik hoorde net dat je die boete zelf moet betalen. Klopt dat? Ik weet het niet, maar ik denk niet dat ik die ga betalen. Want dan betaalt de rest van de bank mee, want die waren zo luidruchtig. Die moet het eigenlijk betalen, maar goed, daar komen we wel uit. Tot slot, heel veel succes volgende week tegen TVS 33. En een voortzetting van deze hele positieve reeks. 3 wedstrijden ongeslagen, Henry Spijkerman. Dankjewel.